De schade die is aangericht aan de toren van financiën betekent imago-schade voor Suriname, zegt Stephen Fokkee, directeur van de stichting Gebouwd Erfgoed Suriname, SGES, in gesprek met onze redactie. Eerder deze week werd de stichting opgeschrikt met het nieuws dat er schade is aangericht aan het gebouw en dat er ijzeren delen zijn meegenomen. Ook zijn de koperen platen van de koepel van de toren van binnenuit losgetrokken. De aangerichte ravage is volgens de SGES-directeur niet om over naar huis te schrijven. Fokkee zegt dat de toren van financiën heel vaak gebruikt wordt om Suriname te promoten. Nu er schade aan de toren is aangericht, komt de integriteit van de ijzeren ophanging van de luidklok uit 1839 in gevaar, meent Fokkee. In de koepel, net onder de vloer waar je moet lopen, is die bel opgehangen. En de bel weegt 400 kilo. En het vertoont nu al roestvorming. Als de roestvorming zich doorzet, heb je kans dat die ophanging verzwakt raakt. En als die bel naar beneden dondert, dondert die door alle vloeren heen. We gaan hem in de kelder terugvinden. En het levert risico op. En het is de bedoeling om dat pand te restaureren. Het is wel opgebracht als voorstel in het vervallen van het huidige PURP-programma. Dus het komt op PURP 2. En vanuit Nederland is men eigenlijk al voorbereiding aan het treffen om, als het gebouw eenmaal is gerestaureerd, om eigenlijk een uurwerkspecialist te sturen om de torenklok weer te herstellen, om het uurwerk te herstellen. En er zijn nu ook al aanbevelingen gedaan om in feite te voorkomen dat de bel naar beneden dondert, dat er eigenlijk een onveiligheidsmaatregel wordt getroffen in de toekomst. Mocht hij een keertje losraken, dat hij niet naar beneden valt. De beveiliging heeft nu prioriteit, zegt Fokkee. En zegt niet te begrijpen dat de beveiliging in de buurt niets heeft gemerkt van de sloop. De dwingende maatregelen die nu moeten komen zijn het beter inspecteren van de beveiliging van het gebied. En er moeten tijdelijke maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat er verdere schade wordt aangericht aan het gebouw. Dat we zeggen de koepel weer waterdicht maken. En gisteren waren we met de directeur van openbare werken daar. En er is toen terstond opdracht gegeven om noodmaatregelen te treffen. Dus ik denk dat er heel binnenkort daar wat activiteiten zullen plaatsvinden. En dat mensen wakker geschud worden. Want als daar brand uitbreekt, hebben we een belangrijk gebouw verloren. En veel meer schade toegebracht aan die historische binnenstad. Gisteren is er een inventaris gemaakt van de schade die is aangericht aan de koepel van de toren van financiën. Er zal ongeveer 500.000 SRD nodig zijn om de noodzakelijke werkzaamheden te verrichten.